Dit is Jessin. Geboren in Amsterdam en woont in Almere. Jessin heeft een probleem. Hij is scholier. Ik ben scholier, ja. Helaas, ik moet naar school. Het leven van een scholier is niet makkelijk. Elke ochtend om 7 uur gaat de wekker. Regelmatig snoezen leek een oplossing te zijn voor deze jongen. Maar in feite wordt hierdoor het probleem alleen maar groter en groter. Het leidt tot haast. Oh shit! Dagelijks neemt Jessin een rugtas mee, gevuld met uitermate zware boeken, en is noodgedwongen deze de hele dag op zijn rug mee te nemen. Iedere dag pakt hij de fiets en fietst minimaal 10 minuten in deze zware toestand. Ongeacht de weeromstandigheden, regen, sneeuw, hagel, windkracht 87 en vorst. Ik heb altijd tegenwind als ik naar school fiets. En ook op de terugweg. En dan wordt het meestal gecombineerd met regen of hagel of sneeuw. Jessin moet 5 dagen per week naar school toe. Van 8:30 tot 5 uur. Hier wordt hij geconfronteerd met leraren, bedweters, drukke gangen, smerige wc's en kinderen die te enthousiast zijn om 8:30 ochtends. Ja, soms moet ik gewoon heel nodig poepen, maar de omstandigheden zijn daar gewoon te erg. Dus ik kan dat daar echt niet doen. De leraren op school maken gebruik van middelen als tabak, het niet poetsen van de tanden of het allerergste, cappuccino. Hierdoor krijgen Jessin en talloze andere scholieren geen zuurstof, maar enkel een gas binnen met een onbeschrijfelijke stank. Ja, het stinkt echt heel erg. Niet normaal. Na 8 uur onbetaald zwaar mentaal werk te hebben verricht, heeft Jessin flinke honger. Hij vindt het belangrijk om gezond te eten. Maar als scholier heb je het niet altijd even breed. En ben je dus genoodzaakt ongezond te eten. Niet goed voor de hersenen, botten of spieren. Ik zou echt heel graag een keer een stukje vis met wat rijst en wat groenten willen eten. Maar dat kost me 6 euro per dag. En zo'n grote zak friet kost 2 euro. En daar kan ik dan de hele week mee. Na een ongezonde maaltijd is het nog niet afgelopen met school. Huiswerk. Dagelijks stress Jessin gemiddeld 4 uurtjes over toetsen, deadlines en inleveropdrachten. Meer geld is er overigens niet. Jessin kan fresh patas, plangen van Cartier, brakken van D&G, een PlayStation en een dikke merrie voor de deur wel vergeten. Ik draag al 9 jaar dezelfde schoenen. En ik denk dat het de komende jaren nog wel zo zal blijven. Helaas. Jessin blijft hopen. En gelooft erin dat de toekomst er beter uit zal zien. Oh, hey, die gast heeft geen idee, joh. Zijn toekomst ziet er nog veel verrotter uit. Nee, meneer, we zijn aan het opnemen, meneer. Oh, echt? Ja. Oh, ga maar door, hoor. Niet alleen Jessin, maar meer dan 1 miljoen kinderen in Nederland gaan dagelijks door het leven als scholier. Maar u kunt helpen, met een maandelijks bedrag van slechts 300 euro. Helpt u deze kinderen aan nieuwe fresh patas, gezond eten, pepermunt voor de leraren, een PlayStation en zo aan een betere toekomst. Bel nu 0900 0000 of sms help die scholieren aan niveau naar 0000 en help deze scholieren in nood. Oh, en ben je nog aan het kijken? Like eens even deze video, het duimpje omhoog hier beneden. Alsjeblieft, zou ik heel erg waarderen. En abonneer natuurlijk, bijna 7000 abonnees. Kom op, go, laat de reactie achter en later!
Jaarlijks luiden er meer dan 50.000 kinderen in de grote tas.